feeling free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Het leven is behoorlijk goed. Anita uit Enschede is een paar jaar geleden vertrokken naar Nieuw-Zeeland. Haar man was overleden en daarom zocht ze een nieuw begin. En dat vond ze aan de andere kant van de wereld. Via internet ontmoette ze ook nog haar nieuwe liefde, Kiwi Ralf. Samen wonen ze in Auckland. Maar in het weekend verblijven ze op een buitenverblijf. Een oude schoolbus. Het is een mooie dag vandaag. Het is een mooie dag vandaag. Het is een mooie dag vandaag. Well trained, hè? Ja. Een van de eerste woorden die ik Ralf leerde, de Nederlandse woorden, was lakenvelder. Weet je wel, die koe met die witte streep over zijn mouw. En ik zeg tegen Ralf, waarschijnlijk ben je wel een uitzondering dat je dat woord kent, want ik denk niet dat veel mensen in Nederland weten wat een lakenvelder is. Het is elke keer een bijzondere ervaring om hier te zitten en om dit prachtige land te zien. En dit is wel een deel van Nieuw-Zeeland waar ik ontzettend van hou. We sort of fell in love with the bus when we saw it. We didn't hear the motor going. We didn't even look properly inside. We saw moss growing all over it, but it was just felt right. Dit is voor mij een bijzondere plek in Nieuw-Zeeland. Kauri tree is, ik denk, een van de oudste bomen, misschien wel op aarde. En ze groeien maar in een paar plekken. En een van die plekken is dus het Northland. Hier in Northland, hier in Nieuw-Zeeland. En de meeste van deze bomen zijn 2000 jaar oud. Ze zijn bijna uitgeroeid. Omdat ze zo'n prachtige rechte stam hebben. En toen de settlers hier kwamen in zeg maar 1800, begin van 1800, was dat natuurlijk het ideale materiaal om boten te bouwen, om huizen te bouwen. En die werden dan ook op grote schaal, werden die kauri trees gekapt. Na 30 jaar huwelijk is Anita nu alweer een paar jaar gelukkig met Ralf. Ze genieten samen van het leven en van de bijzondere natuur in Nieuw-Zeeland. We zijn hier in Metauri Bay. En dat is een van de mooiste baaien die ik ooit gezien heb. Met ook weer eilandjes voor de kust. Maar wat heel bijzonder is in Metauri Bay voor mij, is dat de Rainbow Warrior hier gezonken is. Maar bewust gezonken. Zodat het eigenlijk een monument is. Maar ook zodat het een favoriete bestemming is geworden in Nieuw-Zeeland voor duikers. Wat kun je over dit ding vertellen, Anita? Dit is een sculptuur gemaakt door Chris Booth
En Chris Booth is een plaatselijke kunstenaar. Hij woont in Noordland, hier vlakbij. En hij maakt prachtige sculpturen van stenen, keien, hier gevonden, allemaal lokaal. En deze sculptuur is opgedragen, is een monument voor de Rainbow Warrior. We have a little debate about our height, because we both measured ourselves and said that we were the same height, and it turns out that Anita's a bit taller than me. For me it was a big issue. If a woman was going to be taller than me, there wasn't ever going to be a relationship. And now you ended up with a tall Dutchie. Well, I've been to Holland now, and the Netherlands, and I've seen Dutch people, and she's not tall by any means. So. Na een jaar sabbatical heeft Anita in Auckland haar oude beroep weer opgepakt. Ze is bibliothecaresse. Maar in haar vrije tijd klust ze graag en houdt ze er vooral van om creatief bezig te zijn. Je hebt ook iets met kunst, toch? Ja, ik heb natuurlijk wel een heleboel met kunst. Ik schilder zelf, ik heb gemozaïekt, ik schrijf, ik maak vogelhuisjes of ik timmer of ik doe mijn dingen met hout. Ik moet bezig zijn met mijn handen. Ik ben de hele dag bezig in mijn hoofd en in mijn vrije tijd en weekends wil ik dingen doen met mijn handen, wil ik bezig zijn, wil ik creëren. Ik hou van creëren, iets nieuws, iets moois maken. Het is een poepdoos, het is een echte kakdoos. En we hebben daar papier in en zaagsel, schoon zaagsel. Dat natuurlijk absorbeert al de materialen die we daarin deponeren. Die staat normaal gesproken daarachter, zodat we een beetje privacy hebben als we op ons toiletje zitten. En zoals gezegd, elke avond... Heeft een van ons de plezierige taak om die plastic bak daaruit te halen en achter daar in de bomen in de wormfarm te gooien en dat schoon te maken en weer opnieuw met wat papier of een eiendoos en het zaagsel er weer over. En dat werkt hartstikke goed. Ik schilder en dan heb ik drang om te schilderen. Ik zie kleuren, ik zie afbeeldingen in mijn hoofd en dan begin ik te schilderen en dan ben ik heel fanatiek en dan in één keer is het ook weer afgelopen. Dit is een mengeling fantasie en herinnering. Ik ben opgegroeid aan Stokersdorp, Glanenbrug. En dit is dus een afbeelding van wat ik als kind gevoeld heb, het geluk denk ik en de vrijheid en het buitenleven, natuur, dieren. Planten, bomen, de twee mensen die daar heerlijk liggen te vrijen, heb ik nooit in het echt gezien, maar het was er wel een perfect plekje voor, dus dat had best gekund. She brings color into my life, because she's the creative person and always wanting to brighten things up. I mean, you've seen our letterbox and all the artwork around the house and just everywhere this color. De liefde van Ralph voor Anita spat er vanaf. Toch kan Anita de tijd dat ze niet zo gelukkig was, nog goed herinneren. Verlies. Ik heb mijn hart gestopt in de lente. Ik heb zo dan als de bomen deden. Mijn hart wordt een uit hier midden in Twente. Ik heb mijn hart gestopt, lang geleden. Waar is mijn hart, zo na de zomer? Ik kan het niet vinden in deze tijd. En met het gaan van de seizoen mis ik mijn hart. Mijn hart. Mijn hart. En nu het koud is en ik wieze, nu regen we aangeeft dat verdriet in al die jaren zo grauw en gries. In deze koele wintermorgen, ik huil om een zo groot verlies. Ik kwam hier nadat Kees en ik, mijn man, een reis hadden gepland naar Australië en Nieuw-Zeeland. En voordat we op reis konden en voordat we werd Kees ziek. En
Het bleek dat hij kanker had. En een jaar later overleed hij. En dus konden we die reis niet maken. Maar ik wilde die reis, nadat hij overleed en na een rouwperiode, wilde ik die tocht wel doen. We hadden ons daar zo op verheugd dat ik die reis alleen heb gemaakt. Ik werd verliefd op het land en ik werd ook verliefd misschien wel op weg zijn en de vrijheid. En... Dus ja. Eigenlijk heeft de dood van je man ervoor gezorgd dat jij een nieuwe kans kreeg. Ja, ja. Ik denk met veel liefde aan Kees terug. En, ja. Je bent eigenlijk een hele gelukkige vrouw dat je twee liefdes hebt. Ja, ja. En, ja. Ja, en veel, ja, veel, ja, veel liefde denk ik wel. Veel liefde en veel warmte en, ja. Nee, het is goed. Elke keer als Anita terug in Nederland is, zoekt ze haar goede vriendin Ans op. Ik vind het fantastisch. Fantastisch. Bijna het mooiste plekje op aarde. Zou u ooit naar Nieuw-Zeeland vertrekken? Nee. Misschien wel een keer op vakantie nog, dat weet ik niet. Maar niet om daar te wonen zoals Anita dat gedaan heeft. Nee. Waarom niet? Ja, ik denk dat ik toch op een of andere manier een tukker in haar tenieren ben. Ik wil graag de hele wereld ontdekken, maar ik wil wel terug naar mijn roots. En zou u ooit naar haar toe gaan? Ja, dat weet ik niet. Ik zou het misschien wel willen, maar het is zo'n eind weg. Hè? Het is zo'n eind reizen. Ik ben wel heel benieuwd. Ik ben heel nieuwsgierig. En ik zou het ook heel leuk vinden als ik hier met Ralf deze kant op kwam. Ja, met Kees heb ik haar dus een beetje gekend. Hoe dat nu met Ralf is, dat lijkt me ook heel verrassend eigenlijk. Dat zou ik wel leuk vinden. Nou ja, eet maar lekker op. Ik ben helemaal verliefd op dieren. Lekker, hè? En wat is er nou zo mooi aan dit hek dan? Dat is een goede vraag. Want? Ik zou het eigenlijk niet weten. Voor mij is het gewoon, zie ik het... wekelijks, bijna dagelijks, maar kennelijk als je dit niet wekelijks of dagelijks ziet, dat je ineens de ogen opengaat en zeg je van, goh, daar heb je alweer zo'n hek. Ik was helemaal verbaasd toen ik Anita zo vaak foto's zag maken van deze hekken. Het hoort er gewoon bij en ze heeft het nooit als zodanig gezien. En nu ineens, na zoveel jaren, zag ze van, ja, zo'n hek, dat hoort toch in Twente. Als Anita er is, dan... is gewoon Anita er en we hebben altijd een onderwerp van gesprek. Het kan gaan over de kunst waar Anita heel erg bij betrokken is. Een film die we samen gezien hebben. Er zijn zoveel raakvlakken, je kan het eigenlijk niet bedenken. Er is altijd wat. Kijk, als ik hier dan ben zonder Anita en wij lopen hier rond, dan zeg ik wel tegen mijn man van, goh, weet je nog, daar liepen we met Anita ook. Anita, ik bewonder je om wat je tot stand hebt gebracht in Nieuw-Zeeland. Ik denk niet dat ik het gekund zou hebben. Ik vind het wel een beetje af voor jou. Je hebt de uitdaging aanvaard. En ik denk dat het voor jou heel goed uitgepakt is. Ik hoop je nog ooit een keer met Ralf weer in Nederland te zien. En wie weet, heel misschien komen we ook nog wel eens bij jou. Het zou toch helemaal geweldig zijn. Ik hoop ook dat ze de afstand kan overkomen in het vliegtuig. Want het is een heel eind. En... ja, het zou geweldig zijn ze hier te zien.
is pumpkin, carrot, potato, and kumara. And then there's some more kumara here, and onions, and meat, lamb, and mint jelly. Yeah. Made fun. Made fun. Yeah. Good old mate. Oh, where does it start? Sorry, Di. Okay. You're not going to. I was trying to get the name. If there's mahi. Did you? Well, we call it Maggi, but they have a product called mahi, which they just really love on food. Don't you? I think actually the mahi is from the Netherlands, isn't it? I think it's a Dutch brand. Oh, yeah. Might be. Yeah, I'm pretty sure it is. That's a lamb roast. Kiwi kai. Kiwi. We're Kiwis. Kai. K-A-I. Is Māori for food. Samen eten met vrienden, dat vinden Ralf en Anita heel belangrijk. En natuurlijk om te genieten. Bijvoorbeeld van het Nieuw-Zeelandse toetje pavlova, een soort schuimgebak. Ralf brengt mij in balans. En maakt mij, ik denk dat Ralf mij een beter mens maakt. En dat waardeer ik ontzettend in hem. Blijf je de rest van je leven in Nieuw-Zeeland? Zoals ik er nu over denk, ja. Ik kan natuurlijk niet in de toekomst kijken, kan niet over 10, 20 jaar kijken. Ligt aan omstandigheden, maar zoals ik er nu over denk, zoals ik me nu voel, voel ik me gelukkig in Nieuw-Zeeland en kan ik me hier wel oud zien worden. Ja. En Anita bewijst maar mooi dat het kan. Opnieuw beginnen. Zelfs aan de andere kant van de wereld. Wilt u deze of een andere uitzending terugzien? Ga dan naar rtvoost.nl/overzee.